Hey, kijk eens van David en Milan. DM'tjes, DM's. DM's. Milan gaat het proberen. Hij gaat de button plaatsen no op longer het blokje. En dan kom je als het goed is dus ietsje te hoog uit. Maar dan moet je naar beneden flikkeren. Nou, probeer maar even. Maar wacht even. Jongens, wat? Als jullie net inschakelen bij deze video en je denken, hè, what the fuck? Jullie zijn ineens deze rare shit. Nee, dat is gewoon normaal. Hier zijn we begonnen. Er is geen andere aflevering. Je kan niet terugkijken naar deel 1, 2 en 3. Deel 1 en 2. 1 en 2, 1 en 2. Kan niet. Oké, okay, gelukkig. Er is ook geen afspeellijst in de beschrijving dan? Nee. Oké. Okay. Dit is het. Oké. Okay. Dan ben ik nu hierboven. Ik zie je niet. Hallo, ik zie jou. Waar ben je? Hallo. Oh, zit je er bovenop of eronderop? Nee, ik zit ertussen. Dus nu kan ik klikken op deze knop. Waar ga je heen? Hierheen. Waar zit je? Bij het water. Pak water. Heb je water? Ja, ik kan het water pakken. Pak het water! Ja, ik pak het water. Oh! Hoppakee, ik heb het water. Zie je dat? Het gaat weg. Oké. Okay. Bloep. Bloep. Je hebt het water gepakt. Bloep. En waar gaan we dat water voor gebruiken precies? Hé, hier is een onzichtbaar bakje. Dat water, dat gaan we dus gebruiken. Ik zweef. Oké. Okay. Dat water, ja, dat gaan we gebruiken voor die rare schoorsteen die je ziet. Voor mij hebben we nou zo'n beetje alles wel gedaan. En zeg maar, die schoorsteen hier, die moeten we hebben volgens mij. Want dan flikkeren we daarin en ja, dan komt het helemaal goed. Wow, ik kon... Wacht eens even. Mm-hmm. Ik kon net een stukje daarin kijken. Leek het wel. Ja! Oh! Als ik hier sta, ja? Kan ik in die bal kijken. Er doorheen. Ja. Ja, maar jij niet. Nee. Wat zie je dan? Dan zie ik gewoon in de bal. Maar wat zie je daar dan? Wat zit er in de bal? Ja, die witte dingetjes en zo. Hè, dit is apart. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik vind het een raar verhaal, man. Ja, kijk... Je ziet een gat, hè, in die bal. Waar vanaf die bal, Die bal heeft als goed is 6 gaten, ja. Ja, nou, ik zie er dus meer. Ik zie wel een stuk of 40 gaten. Want dat gat is in één keer veel groter geworden als ik hier ga staan. En als ik hierboven sta, gebeurt er niks, maar beneden wel. Oké, dat lijkt me een bug. Nee, ik kan er serieus gewoon doorheen kijken. En ik weet niet of dat een bug is, maar... Is dat een betekenis? What does it mean? Oh. Ik zie echt helemaal niks, ouwe. Ja, nou ja, ik wil het eigenlijk heel graag laten zien, maar dan moet je zelf inderdaad die knop op. Ik ga de video gewoon lekker terugkijken, dacht je daar. Oké. Okay. Zullen wij finishy doen? Ja, ik kom eraan. Oké, eerste wat ik doe, is even de tweede button pakken, denk ik. Het lijkt me wel makkelijk. Nee, wacht eens even. Je kwam op die... Ja. En dan kwam je op die... We moeten naar dat bovenste rare dingetje. Maar wel met die onzichtbare ding waar jij uiteindelijk opgesprongen bent. Dat moeten we doen. Oké, okay. Ja. En jij hebt water, hè? Dat weet je zeker? Ja, dat weet ik 100% zeker. Tenzij het zweetvocht is. Waar zit die verrekte button? Huh? Ja, die heb jij weggehaald en die hebben we daar neergezet. Ja, en waar is die tweede button dan? Ja, die hebben we daarboven neergezet. Oh, kut. Kut. Echt waar? Dat is echt fucked up. Oh, ik had net gewoon naar beneden moeten springen met dat water naar beneden om die button nog te pakken daar. Zie je dat? Ik had vanaf daar had ik zeg maar dat water zo naar beneden moeten laten. En dan had ik zeg maar er zo in moeten gaan en dan zo dat water meenemen en dan zo naar beneden. Waarom heb je dat niet gedaan? Ja... Wist ik veel. Ik had niet dood moeten vallen. Jij wou ook veel te snel graag doodvallen. Ja. Stom van mij. Oké. Eens even kijken of dit te redden valt. Of wat we inderdaad ons moeten opgeven. Ja, ga alsjeblieft... Oké, ga dan even daar staan op dat blokje, de bovenste. Waar ik net stond. Nee, niet daar. Error. Lol. Daar. Waar? Oh, waar ik net stond. Waar ik dat water weghaalde. Ja. Ga daarop staan. Was hier of zo. Ja. En dan ga je één blokje naar beneden. En dan? Eén blokje naar beneden.
Ja, is goed. Maar je gaat niet. Naar links? Dan val ik naar beneden. Nee, gewoon één blokje. Ja, zo. Kijk eens naar dat... Zie je wat er gebeurt? Nee. Nog een keer. Nog eentje naar beneden. Ik zweer het je, er is niks raars met die bal. We kunnen het echt niet finishen zonder die button. Nee. Je hebt al hier zo naar beneden met het water zo. Hey, bam. Ja, dan kun je daar opkomen, dat is zo easy. Oké, dan wil je dit pakken, zo. Ja, dan moeten we het maar even zo doen. Dan kon ik je button terugpakken. Oké, nou. Ja. Oké, en dan gingen we hierop zo. Waar? Ja, hier. Ja, dat klopt. Oké. Okay, ik doe even speed mode vandaar. Oké. Okay. we moeten uiteindelijk... uiteindelijk... Ja, dit ding boven ons, daar moeten we komen. Nee. Ja, wel. Ja, daar moeten we heen. Oké, okay, dus hier heb je een button. Ik weet niet meer welke het was. Oh god. Als jij dat nou gewoon gaat proberen, dan blijf je gewoon beneden staan. En als het niet goed gaat, dan kunnen we het... Even kijken. Was het deze? Nee, het was deze. Sowieso, het was deze. Klik maar. Ja. Oké, weet je de route nog? Ja. Oké, do it. Oké, dit was hier langs. Je hoort van my brother, my sister. Oké, hier was een blokje omhoog. Hop. Mm-hmm. Hier ook een blokje omhoog. En dan gaan we hier langs. En geen moment moet je dus op dat hele ding springen, wat ik toen deed. Hop. Ja. Ik ga even filmen wat je allemaal doet, hoor. Nu ik bij die kist. Ja, maar je moet eigenlijk weer dat onzichtbare ding op. Oh ja. Oh. Lekker man. Oh my god, nee. Zo moet ze dus niet. Nee, het moet zeg maar zo. Oh nee. Oké. Okay. Het moet zeg maar zo. Ja. Hier stond ik dan op, heel goed. Ja, inderdaad heb je in één keer gehaald. Knip. En dan flikker je water boven je, zo. Zoiets. Ja, en dan haal je het weg en ga je naar beneden. Moet ik het weghalen? Ja, tuurlijk, anders verzuip je. Dan red je het nooit naar beneden. Wacht eens even. Hier zit niks voor mij. Hier zit niks? Oké. Oké, daar ga ik. Woep woep. Ja, zo wil ik ook naar beneden met die andere shizzle. Ja, snap ik. Soep. Met ballen. En dan kom ik bij een handle. Hey. Excuse me. Wat is dit? Ik ga hier naar binnen, ja? Dan kun jij me altijd nog open doen. Ja. En dit is... Oh, ja, hier kom je weer naar buiten. Godverdomme. Maar, okay. Ik deed het ook op die hendel. Oké. Maar we kunnen hier naar buiten in ieder geval. Doen? Ja, het moet nu wel. Je hebt de hendel overgehaald, hè? Ja. Ja, dan is er maar één mogelijkheid volgens mij. En dat is... Hij is open! Jo! Oh ja, die deur is daar open. Oké. Dus gaan we hier weer omhoog? Godzalig, gloeiende. Oh, zo. Jezus, man. Het is wel echt goed bedacht, hoor, van die gozer. Puzzelen. Je zou dit maar moeten maken, joh. Ik maak dan liever een Sudoku dan dit. Niet overdrijven, hè? Sudoku's zijn best leuk. Ja, maar... Okay, redt hij het? Hij redt het. Nou, go. Hoppakee. Nice, dankjewel. Dan sta ik achter je. Oh ja, dat is verkeerd. Maar daar zit al een button daar. Oh, fuck. Ja, we moeten weer naar deze toe, joh. Hier, deze moeten we hebben. Nee, deze. Was dat die? Toch? Waar kom je dan? Dan kom ik in die bal. Oh, spring maar naar beneden. Waarschijnlijk deze dan. Waar kom ik dan? Oh nee, dan kom ik hierboven. Waar? Hier, oh. Nou, daar dus. Nou, dat is ook niet goed. Wat ingewikkeld. Oh, was het niet gewoon de voorste? Welke voorste? Nee, het was niet de voorste. Ik zweer het je, het was deze.
Deze hier zo. Hier. Ik weet niet waar je bent. Hold on. Ja, hier. Oké. Okay. Druk maar. Dan zijn we van dit level af, want holy shit, we stonden hier lang. Ja, klik maar. Oké. Okay. Mag je hem ook echt finishen zoals het hoort. En dan gaan we hierheen. Nou, nee, die hoef je niet in te drukken. Oh, nee. Je moet gewoon naar beneden springen op dit stomme ding. Oh ja, hier moet ik op. Kijk, dit is hem. Jezus, wat een optering. Oh, kut. Zelfs ik flikker hier naar beneden gewoon. Hoppakee. Oh, hé. Hey. Hop. Je bent ontsnapt. Is dit wat het meent? Ja, oké. Okay, wat? Zo, nou, hey! Nee. Ik dacht dit is de laatste. Nou, dus niet. Nee. Oké, even goed nadenken. Wat is dit? Het is een meerkleurige blok. Lijkt wel een Rubus Cube. Enlightenment. From the box your mind and body sprung. Your enlightenment has just begun. Rules foretold such creative locks. Breaking pertains to not known blocks. But you have surpassed so far. And thus have learned what boundaries are. So let your mind shackles grip less tightly. Learn the form of this block so mighty. And if you find it on your quest, ignore the rules which binds the rest. Break this block, but only this block. Everything else remains in box. Okay. Wat zit hier dan allemaal? Hier zit ook allemaal nog shit. En zeggen ze nou dat we dat blok moeten breken? Ja. Waar ben jij? Oh, ja, jezus. Hier. Oh, wat space. En dan? Ik zie fakkels. Somehow there are still areas where light is not showing. Hé? Ja, en wat willen ze dat wij daarmee gaan? Oké, die andere kamer dan. Wat was dat voor een... Daar is ook nog een kamer. Ja, maar wat was dat? Wat was dat? Gaan we hier gewoon naar beneden springen? Gaan we het doen? Kan geen kwaad. Probeer gewoon. Oké, okay. Vrede wereld. Milan? Ja? Zou jij mij het plezier willen doen en af willen tellen? Is goed. 1, 2, oh nee, dat is optellen. Ja. 3, ik durf het niet, ik kan het niet. Je moet gaan. Oh. Je leeft nog. Het kan. David. Ja, maar ik zie alleen maar fakkels. Of rare fakkels. Waar ben ik nu in? Ik ben ergens in. Oh, kijk eens waar ik ben. Oh, waar ga ik heen? Milan, waar zit je? Nou, ik ga weer omhoog. Fuck dit. Doeg. Kom je nog terug? Nou, dit is een of ander doolhof. Als ik omhoog blijf kijken, dan... Kijk, hoppakee. Ik ben er al bijna. Hup. Oh, tenminste. Hé? Wow, dit is rare shit, man. Het is vervelend als het zwarte blokken zijn helemaal. Ik denk dat het een beetje de truc is van... Van de hele game, dat het vervelend is. Oké. Ja? Nee, dan begrijp ik het. En wat was dit voor iets? Konden we daar wat mee of niet? Nee, maar dat is een hint van dat we de blok omhoog moeten schuiven, volgens mij. Mag ik dat blok breken? Stond toch in het boek? Ik zeg doen. Oké. Okay. Ah, ik snap hem. Dan heb je gewoon een blok. Ja. Wauw. Oftewel, die zetten we hier op. Hop. En dan? En dan... En je kan hem wel weer uit. We hebben een ding nodig hiervoor. Ja, dat klopt. We hebben een button inderdaad. Iets nodig. Ja, kut. We komen eraan. In another room... Hey, heb je nog een ander item? Nee. Kut, want als je hem hier plaatst, heb je er niks aan. Oh, wat vervelend dit. Okay, Milan, denk even goed na. Toen jij vroeger klein was. Ja. Wat zei je altijd tegen je moeder als je straf kreeg? Nou, dat is niet eerlijk. Oké, okay, maar dat is dit dus ook. Dat is het punt wat ik wil maken. Het is gewoon niet eerlijk.
Mijn god, ik ben er verdwaald. Ja, je hebt één blok waar je op kan staan. Ah, ja, zo. Maar, ja, maar dan wat? Wat de fuck moeten we hier dan? Wat zien we daar? Helemaal niks. Ja, er zit een sign, maar wat daarop staat, dat weet ik niet. Oké, okay, maar we hebben dat blok gebreekt, hè? Dan moeten we dus, ja, toch hier naartoe, I guess. Oké, ik denk dat we die signs weer moeten lezen voor tips. A step above others. Ja, een stap omhoog. Een stap omhoog. A step above others. Hey, hier zit een onzichtbare blok. De four. Ja, de four. Maar ja, we hebben geen lever, toch? Nee, maar we kunnen die lever ook niet op deze manier plaatsen. We moeten hem schuin dus plaatsen. Er zit hier een blok voor. Waar zag je dat stomme bordje nou? Oh, hier. Step above others. Ja, want je kan hieronder. Hallo. Wat wil je bestellen? Oh. Ik hoor me niks. Nee, ik merk het. Een beetje chagrijnig worden we hiervan, hè? Ja. Nou, dit lijkt mij ook een dood eind gewoon. Hier. Bij die You Are Enlightened. Somehow there are areas where the light is not showing. Ja, maar dat klopt ook. Want kijk, hier zijn zwarte vlekken op de grond. Ja. Als ik nu gewoon even naar dit kijk, hè? Auw. Ik hiel jou even hoor, want mijn eten begon alweer op te raken. Thank you. Nee, hier kunnen we verder niks. Oké. Okay. Man, het meest lastige puzzel ever. Het is echt bizar dit. Want daar staat, wacht even, daar staat lightning, hè? Of light in ieder geval. Ja, nogal, ja. Maar kijk eens hier. Gewoon in het decor. Kijk, hier is ook geen licht, als het ware. Hier is ook gewoon zwart. Klopt. En dan heb je op de grond hier. Maar als je op slaat, gebeurt er niks. Misschien moeten we hier iets mee nog. Zorg dat je dat blok wat terugkrijgt, hè? Dan is het een probleem. Ja, dat begrijp ik. Hop. Oké, doe het boek nog eens een keer lezen, misschien anders. Wacht eens even. Wat is het? Er zit hier een blok. Daar zit een blok, 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 blok. Hij heeft een blok, blok, blok. Zie je, ik sta op een blok. Dat klopt. Ha! Maar een andere blok zit... Hey! Oh, daar zit het andere blok. Ja, maar ja. Waar zit weer die andere dan? Zo kun je omhoog komen. Ik ga naar die fakkel. Huh. Ah. En dan ga ik weer naar die fakkel. Huh. Maar dan, ik zie je hoofd niet. Nee. Hè? En dan? Ja, maar dit is voor mij gewoon puur voor decor gemaakt, joh. Denk je? Ja. Auw. Ik heb het meeste ook echt al 25 keer aangeklikt en er gebeurt gewoon niks. Maar we moeten dus uiteindelijk hier omhoog, dat is duidelijk. Toch? Voor mij wel, ja. Kun je iets raken? Nee. Nope. Nou, kom maar op met dat rare ding. Het zal misschien dan toch in deze kamer moeten zitten, denk ik. Wat is het nou hier plaats? Waar? En dan waar? Daar. En dan... Ja? Daar zitten ook kleuren in, hè? En hier zit rood. Rood zit niet... Nee, rood zit daar niet, met wit. Dit is donkerder dan de rest. Zeg maar. Waar we nu op staan. Klopt. Want nu kunnen we deze pakken. Ah, oh, kut, ik kan er niet bij. Shit, ik dacht dat ik hem kon pakken zo op die manier. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Maar dan moet je er... Ja, misschien echt... Ja. Wat jij bedoelt is dit. Ik
Kunnen die pakken? Ja, ja, ik heb hem. Maar nou hebben we hier het blok en nu? Nou, hier zit een onzichtbaar blok. Wat faalde? Ja, het is zand, dus dat is vervelend. Niet, het is een gekleurd blok! Ja, maar dan nog, we kunnen niks met dat rooien, want daar zit niks in. God damn it. Ik denk wel dat we op die manier iets mee moeten krijgen. Ja, maar ja, waar? Oh, dat is... Can you step above others? Above. Boven. Hebben we echt niet iets gemist of zo? Dat we iets mee moesten nemen of zo hier? Nee, maar is er ook niks mis met deze vorm? Want waarom is deze vorm zo raar van deze kamer? Zie je? Ja. Dat is omdat het Nationale Slangenweek is natuurlijk. Internationale Slangenweek. Nationale. Oh. Snake week. Trouwens, ik kan jou hier gewoon omhoog slaan, toch? Of niet? Weet ik niet. 3, 2, 1. Ja. Ben er. Wat zie jij? Parcours. Het zijn natuurlijk weer onzichtbare blokjes. Mm-hmm. Nope, het zijn geen onzichtbare blokjes. Oké. Du bist gefallen. Ja, hier, op een of andere manier kan ik niet meer verder. Maar ik kan heel moeilijk zien nou wat onzichtbaar is en wat niet. Ik kon er ook bij. Dus Milan, laat me niet alleen. Dus, laat mij eens even kijken. Ja. Schoppen er maar op. En hup. Ja. Compleet volgens de regels dit. Mag maar, gewoon. Ik heb hiernaast een blokje. Huh. En als je hier er ook heen. Ik ga nog even ontdekking hier. Oh, wat fucked up. Je hebt inderdaad gewoon twee verschillende dingen waar ze al die... Ik denk echt dat je dit moet doen. Ga je weer met je zandblok. Kut. Perspectives are key. But reality to reality, but too many can obscure and put you in a nut. A nut? Oh god. Ik heb hier in ieder geval een kist. Het een ladder. Ja hoor, kom terug. Is het echt de bedoeling dat je elkaar slaat? Nee toch. Wauw. Ik weet het niet, ouwe. Oké. Voor mij als ik in het midden... Kan daar geen plaatsen. Godverdomme. Oké, plaats het zandblok er maar neer. Of sorry, het kleurenblok. Ja, en dan zo erop. Oké, volg mij. Je moet beide dingen moet je checken. Dus die en die. Die zijn allebei legit. Zo. Hè? Ja, hij moet... Oh. Bij mij springen. Nou zie ik hier met mijn cursor eentje. En hup. Ja. Ja hoor. Oké, nou. Oké. Kijk, uit deze kist heb ik hem gepakt. Deze. Zo'n reflectie meer veel mooier dan anders. Oh, het lijkt inderdaad net een spiegel dit. Maar dit is het niet. Sick. Oh, dit heeft gewoon... Ik zat te denken van, we gaan hierna nog even Community Craft uploaden en weet ik veel wat, maar... Oh, wacht eens even. Zie dit? Wat? De mist, dit hier beneden, die zijn volledig zwart. Ja. En deze ook, zie dat? Deze. Waar ik ja. op sta. Ja. Maar dat wil niks als zeggen. Als het een spiegel is, en daar zat een kist, en daar zat dat, en daar zat dat... Dan is het... Eén op het plafond, sowieso. Eén op het plafond, die witte blokken. Ik heb hem.
En dat betekent dus dat we... Maar wat kunnen we daarmee? Ja, dat weet ik nog niet. Ik wist alleen dus waar je een dingetje zit. Dat is gewoon logica. Ja, maar wat kun je er verder... Er zit een groen ding zit daar. Waar? Daarboven. Daar zit een groene, dat is een groene kist. Mag ik eens kijken? Ja, doe je ding. Achoo! Oh, sorry. Gezondheid. Dank je. Oké. Okay. Maar... ik vind deze echt... Ja, ik weet niet wat het is. De vorige waren op zich nog wel... Er zat een soort van logica in van... Ah, oh ja, oh ja. Maar hier heb ik de hele tijd... Ah, wat? Trouwens, ik kan niet gewoon naar beneden volgens mij. Oh. Ja, ik weet het. Precies hoe ik erover denk. Gewoon, hè, wat? Een ladder. Daar hebben we nog steeds geen toorts mee. Kut. Oh, daar zit ook het groene ding. Oh ja, zo kun je dat zien. Oké. Okay. Dus dan moet daar misschien ook wat zitten. Daar zit iets zwarts. Dat zit daar niet. Oké. Okay. Ben je er al uit? Nee. Dappere. Oh, dodo. Nee, maar ik denk... Kijk, als je goed kijkt naar die reflectie, hè? Kijk, we konden al wel weten dat het daar was. Want ga maar eens hier staan. Hier kun je zien dat het daar groen is. Ja. Wat is hier voor clue? Maar aan de andere kant zie je dat daar links geen wit ding zit. Wit ding zit bij de chest. Ga daar maar eens op staan. En hier zit het... zwart ding. En hier is het wel zwart. Ja. Dus? Ja, dat weet ik niet dus. Misschien kan ik via... een ander blok net iets meer zien. Oh. Wat godsgruwelijk vervelend dit. A certain reflection may reveal more than others. Komt er meer licht binnen volgens jou als ik dit doe? Nee. Nee. Mensen die dit al gespeeld hebben, nou zoiets van... Oh mijn fucking... God. Ja, die denken, oh my god, noobs, ik had al lang game mode gebruikt en dit opgelost, jongen, wat doen jullie? Nou, over game mode gesproken, ik heb geen flauw idee waar het einde zit. Waar moeten we heen dan? Ik weet het niet, maar er moet sowieso nog iets op die rode komen te staan. Ik denk dat we hier nog helemaal niet hadden mogen zijn, zeg maar, want dit moet toch ook alleen opgelost kunnen worden? Of niet? Of is dit echt puur voor twee man? Nee, dat heb je even gelijk, dat moet inderdaad kunnen... Dus dan zou je hier eigenlijk niet eens moeten komen. Right? Nee, ja, zou je zeggen. Maar het lijkt me niet dat je door dit donkere gat hier al allemaal dingen moest gaan doen. Of wel dan? Ik zit weer bij die fakkel, bij die sterrenrommel. Nee. Oh, godverdomme Milan. Jezus tering Christus. Wat is er? Dit is echt zo vaak gebeurd nou. Wat? Dit is zo vaak gebeurd. Kom eens naar mij. In de sterrenkamer. Ik heb honger. Dat snap ik. Ja. Kom eens hier. Kom. Oh my god. Oh. Daar was dus ook een ladder. Nou zeg ik niet dat we daar nou zoveel aan hebben, maar... Kom je nou hier nog weer uit dan? springend, huppelend... Overal langens. Wie zegt dat er niet nog meer van die dingen zitten dan? Oh mijn god, ik word hier helemaal duizelig van. Oh ja, ik ben er.
Oké, maar nou hadden we dan zeg maar dus de ladder om daarheen te gaan. Dus we hadden dan een ladder nog over. Am I right? Ja. Maar we hebben dan twee ladders hadden we dan kunnen halen. Dus oké, we hebben dan nu twee ladders en het blok. Dus dan gaan we naar die andere kamer. En dan zetten we daar dat blok neer. Zetten we die ladder, dankjewel. Zetten we die ladder hier tegenaan. Ergens waar het kan. Waar kan ik een ladder neer? Oh. Waarom zou je dat daar een ladder willen hebben? Zonder hendel kunnen we toch niet niks bij dat stomme blok? Oh. Wat wil je doen? Weet ik niet. We hebben een ladder. Ja, er, okay. moet iets tevoorschijn komen ofzo. Ik denk dat dit een legit manier was om hier naartoe te komen. Dus laten we dat nog een keer bouwen met een ladder en zand. En dat we dat toch echt in die fucking laatste kamer moeten gaan uitvinden. Ja, maar in de dus hier zouden we dan die ladder hebben en in die laatste kamer zouden we dan ook die ladder krijgen. Dus we hebben een ladder nodig om dit te finishen. Hop. Ik weet het nu al niet meer. Oh. Oeh. Is er in deze kamer verder niks te zien? Nou ja. Oh, ik weet het nu al niet meer. Oh. Ik sprong jou achterna, maar... Zonder succes. Oh. You can do it. Hier, zo zit die. Dan is het die. Oh. Nou ja, zeg. Hierheen. Hop. Ja, en dan is het die. Hop. Nou, nee. Ik kom er niet uit alleen. Met deze. Maar. Ja. Nee, dat werkt niet. Nee, ik wil zeggen, misschien kan ik die ladder meenemen, maar dat kan niet. Oké, ik word er knettergek van. Ik ga in ieder geval mijn fly mode aanzetten. En ik wil godverdomme weten wat hier aan de hand is. Ik kom er echt niet uit. Als je hierop staat, dan wat? Het is lastig. Moet ik jou nog... Ik heb echt geen flauw idee. Ik zit al in survival. Kom je nog aan de overkant of niet? Ik denk het niet. Want ik heb die blokken niet goed. Huh? Oh, ja, zie. Oké, je gaat naar deze. Oh, even, kom eraan. Die. Ja, eentje verder. Ja. Oké. Vervolgens zie je daar die oranje, dus dat is deze. Er is een blok tussen. Ja. Anders kun je hier gewoon een beetje laten vallen, zo. Oké. Oh ja. En hier heb je twee blokken, zo te zien, aan die blauwe. En dan de laatste is deze blauwe, dat is deze. En dan is het hop. Hop. En... Oh my god. Dat is echt heel erg chill. Wat je nou doet, dat is echt goed. Shut up, David. Moet je dan nog een keer begeleiden? Nee, nou moet het lukken, denk ik. Ja. Hier is een blok. En dan zit hier die blauwe. Ja, dan één blok verder. Dus twee totaal. Ja. En dan de redelijk laten vallen. Dat was niet laten vallen, was springen. waarom heb ik dat inzicht niet? Ja, voor goed deze? Zo, Milan. Okay. Oh, ik heb dus het inzicht. Gewoon, je moet twee keer kunnen kijken. Oké, okay, fuck it. A certain reflection may reveal more than others. Wat nou als wij zeggen, we gaan die ladder toch in dat... Dat is een tunneltje omhoog. Die zit er niet voor niks. Alleen wij hebben zoiets gehad van, ja... Weet je... Hier kunnen we niks mee. Ja, ik zie daar toch een groen blok. Alleen ik kan er niet bij. Kun jij erbij? Hey, kun je die ladder op die zwarte, dat zwarte ding zetten? Ik heb geen ladder. Dude, je hebt een ladder. Nope. Waar is die ladder gebleven? Weet ik niet, ik heb geen ladder. Are you fucking real? Are you fucking kidding me? Ik heb geen ladder. Ik moet helemaal via rechts kun je eruit. Ik heb geen ladder hoor. We hebben hier een ladder voor, met het zand en om hierin te komen. Ja. Maar we hadden nog een ladder. Ja, die had jij. I'm not kidding. Ik heb geen ladder. Oké, what the fuck. Ik heb echt geen ladder. Ik dacht dat jij hem had. Die heb je hier ook niet geplaatst. Hè?
Bro. Ja? Where the fuck is the ladder gebleven? Where is the ladder gebleven? We hadden twee ladders. Ja, dat klopt, dat klopt. We hadden twee ladders. Die ergens gedumpt of zo. Ik denk dat die per ongeluk op de grond is gevallen. Of zo. Kun je nou per ongeluk een ladder op de grond vallen? Weet je hoe groot een ding is? Ja, I know. Nou ja, oké. Okay. Zonder ladder komen we niet verder, dus spannen er maar één. Ja. Want, wat we gaan doen, als je een ladder hebt, dan kom je tot en met hier. Nee, dat kan niet. Jawel, ik heb een button. Zit er een button? Mm-hmm. Waar zat die? Hierboven zit de fucking, kijk. Oh, dan zie je wel heel veel. Zie je dat ding? Ja, die groene. Ja. Die groene is schijnbaar een furnace. Hoe zouden we daarheen moeten gaan dan? Met een ladder te plaatsen. Fucking, dat fucking blok. Oh, oké. Okay. Dat fucking blok. Hey, de zon, eindelijk, freedom. Oké, okay, maar laten we dan dat die button maar even snel gaan plaatsen op dat rode, waar dat hoort. Ja. En dan kunnen we eindelijk... Kunnen we eindelijk... Oh, dat zandblok. Neem je het zandblok nog even mee? Ja. Dat is wel handig. Hop, hop, hop. En dan kunnen we dat zo... Nee. Kut. Bijna, man. Bijna. Zo plaatsen. De fuck gebeurde er? Ik ben weg. Waar ben je heen? Oh, ik ook. Oh, ik dacht het is hem. Huh? Wat? Huh? Wow. 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 Huh? Ik ga ook. Ik denk dat die bugt als je met z'n tweeën gaat. Nou, ga ze alleen dan. Want... Hè? Nee, ja. Nu ben ik er. Wat de fuck gebeurt er allemaal? Oké, okay, en dan hierop. Oh, nee, hè? Oké, okay, doe het nog eens, dan tp ik heel snel naar jou. Go. Gebeurt niks. Nou ben ik er. Jij ook. Ja. Oh, nu niet meer. Real, waar zit dat? Zit dat hierachter? Nee. Hè? Ja, ik ben er. Oh, daar ben je. Zie je me nou? Ja, ik zie je. Ik ben hier ook. Alleen worden waarschijnlijk zo terug... Hop! Wat? Kanonnen! Hoezo? Dat is die kamer. En wij zaten waarschijnlijk net... Waar zaten we? Hier in dit ding? Ik ga nog een keer drukken. Hop! Hier ben ik. Andere kant op, David. Ja. Maar je, ben je alweer terug of niet? Nu ja. Wel. Godverdomme. Oh kut, ik viel uit de wereld. Lager. Oh nee, nou ben ik helemaal weer teruggespannen bij de ene plek. Kut, ik moet even tp'en. Ja, ik denk dat ik het gevonden heb. Voor mij is het hier. Ja. Dan maar zonder commandblok. Oké, okay, er zit een lever in. Ik heb hier een per ongeluk een groen blok geplaatst, wat niet de bedoeling en was. En de dispenser zonder iets erin. Oh, oké. Okay. Even een passend blok ervoor zoeken. Deze jungle wood. Mooi man. Is dat jungle wood? Oké, okay, maar we komen nu inderdaad niet meer terug. Dus, dan zouden we dus al die tijd hier moeten zitten. Nee. Ik denk dat je dat snel had moeten oplossen. Dat je één iemand had moeten sturen en die zou dat dan snel zo hierheen moeten en dan... op een maar, we hebben dus een button. Nee, een lever. Een lever? Oké. Okay. Nou, in dat geval stuur ik je terug. En dan mag jij het vanaf hier maar gaan oplossen, vriend. Geen flauw idee hoe, maar... Ik weet het ook niet. Ik blijf een beetje achter je vliegen hoor, ik kan er niet zoveel mee doen. Wat de fuck valt hier dan op te lossen? Hele deze kamer, vraag. Deze kamer hebben we niks aan, dat weet ik nou al. Is misschien het spaceship klaar of zo? Nee. Hè? Spaceship? Ik word gek, ik ga eruit.
Ik heb geen idee, ouwe. Ik ben helemaal van mijn apropos. Hey, het regent. Ben je van je apropos? Apropos. Apropos. Maar ik denk dat we hem aan het einde even moeten vinden. Want dit is echt. Dit is voor mij te moeilijk om te begrijpen. En... Ja, maar ik vraag me even kijken. Thank you for playing the beta. Please send feedback. Dit is het eind. Kijk hoe ver we dat nog moesten. Ik heb wel wat feedback. Ik gooi mijn feed tegen je back. En dan geef jij de oplossing. Nee, we waren er al wel bijna trouwens hoor. Ja, maar dat... Zo te zien nog twee kamers, als ik het zo moet geloven. Your eyes may miss what your reflection does not. Oké dan, duidelijk. Nee, weet je wat? Ik vond het een leuke map, maar ik heb er al wel genoeg van gezien. Ja, ik ook, man. Ik vind het leuk, voor een keer, zeg maar. Ik wil gauw weer echt survivalen, waarbij ik gewoon herken wat dat is. Waar ben je? Hier ben ik, achter je. Wow, dit was het? Dit was het. Wow. Echt huge. Ja, dat is jammer dat we niet het einde hebben gezien, maar... Ja, de downloadlink staat waarschijnlijk toch wel in de beschrijving of is genoemd door iemand. Zodat jullie deze map ook zelf kunnen spelen en misschien zelf het einde kunnen ontraadselen. En dus het nou, laat het ons vooral weten. Want ik ben heel benieuwd hoe ik daar dan wel doorheen had gemoeten. Ja, inderdaad. Stomme klote dingen. Ik zit nou in die kutkamer. What the fuck, man. Goed, maar bedankt voor het kijken in ieder geval. En als jij vaker wilt wij bepaalde custom maps doen, dan laat het gewoon weten. Aan Diam, son. Tot de volgende Diam. Abonneer ook trouwens even op mij en Diam. En als je dat gedaan hebt, dan zou ik zeggen doei. Oké, tot de volgende. Ciao.